Ja, mijn berichtenbox die liep helemaal vol de afgelopen week. Ja, en het ging over de Tjeerd. Ja, Tjeerd de Groot van D66. Ja, want jullie schreven allemaal aan mij. Harry, hoe kan het nou? Ik zie dat hij weer Kamerlid is geworden. Hij is weer ingezworen en weet ik veel. Hij zit gewoon weer in de Tweede Kamer. Ja, vrienden, geen paniek. Rustig aan. Hij is er maar tijdelijk. Ja. Hij moet eventjes invallen voor ene Hanneke van de Werf. Die staat nummer 8 op de lijst bij D66. En die heeft zwangerschapsverlof. Nou, en dan mag hij 4 maanden lang moet hij invallen. Nou, dat is alles. Hij moet gewoon... Weet je, bij D66 heeft hij gewoon een hesje aan. Loopt zich warm. Dit ook zo. Zwaaien. Oh, oh. En dit. En knietjes omhoog. En dat. En loopt zich warm aan de zijlijn. En dan mag hij in de 89ste minuut... mag de Tjeerd af en toe even invallen. Dat is zijn functie bij D66. Dus je denkt, hij is vrij ongevaarlijk. Maar de Tjeerd die denkt, oh, ik zit weer in de kamer. Ik ga weer ongelooflijk vervelen. Ja, en dat heeft hij weer gedaan. Alle aandacht weer op hem, omdat hij zich weer aan het misdragen is. En behoorlijk ook. Ja, dat gaat heel ver wat hij nu heeft gedaan. Hij heeft nu een tweet geplaatst, over Bosma, fotootje erbij... Met, weet je, het is allemaal heel ranzig en heel smerig en ja, weet je wel. Want het is dan een citaat uit een Duitse krant. En met dat citaat probeert, ja, de Tjeerd, die probeert Bosma te vergelijken met die Breivik. Weet je wel, die massamoordenaar, die halve garen in Noorwegen. Weet je dat nog, op dat eiland schoot hij al die jongeren dood. Daar probeert hij Bosma mee te vergelijken. Ja. En dat doet hij dan op een hele gewiekste manier. Zodat je er juridisch niks mee kan. Nee. Gaat het ver? Ja, het gaat heel ver. En als dit gebeurd zou zijn. Van de andere kant. Hè? Dus als rechts dit gedaan zou hebben. Over iemand van GroenLinks of de Partij van de Arbeid of D66. Nou, dan was klein Nederland echt te klein geweest. Ja, dan had iedereen op zijn achterste benen gestaan. En dan was het nu, dan was het een rel van heb ik jou daar. Nu niet. Je hoort niemand, je hoort niks. Ja, een beetje op social media. Dat is alles. Ja, maar de Tjeerd heeft het weer voor elkaar. Hij heeft weer heel veel mensen kwaad gemaakt. En is weer bezig en is weer aan het stoken. Nou ja, vrienden. Het blijkt maar één ding. Ja, als Kamerlid is hij niks. En is hij strontvervelend. Maar hij blijkt ook een hele slechte invaller.